Hey, gezellig dat je weer kijkt. Een nieuwe vlog. Ik ga je weer deze week een paar dagen meenemen, of een paar momenten meenemen, in wat ik allemaal aan het doen ben. En deze week staat de planning om het Paarse Vest verder te haken. Al weet ik niet zeker of ik daar aan toe ga komen. Maar wat ik nu wel eerst ga doen, is wat ik vorige week dus gekleid heb, om dat te gaan schilderen. Dus dat is wat ik ga doen deze week. Dus ik zou zeggen, pak er een kop thee bij, of een kop koffie. Wat lekkers als je zin hebt en kijk gezellig mee. Nu moet ik je eerlijk zeggen dat ik deze week een beetje druk ben. In de zin van, ik heb eigenlijk veel te veel dingen gepland staan die ik wil doen. Ten eerste moet ik natuurlijk gewoon werken. Dat moet gebeuren. En ik heb ook nog een avonddienst. Dus dat maakt het dan ook wel even weer wat meer uitdaging. Dat betekent namelijk dat ik 's morgens om 11 uur begin. En ja, tot 11 uur. Ik merk dat ik dan gewoon meer dingen in het huishouden aan het doen ben dan dat ik creatief bezig ben. Wat ook prima is natuurlijk. Hoort er gewoon bij. Maar goed. Ik heb ook nog een ander vest dat ik af wil maken. En die video wil ik ook aanstaande vrijdag online hebben. Die staat dus nu al online. Als het goed is tenminste. Als die af is. Maar ik wil nu eerst even gaan zitten. Rustig. Om dit even te gaan doen. Ik wil eerst in ieder geval. Laat ik je nu even zien. Wat ik vorige week gekleid heb. En hoe leuk dat dat opgedroogd is. En vervolgens gaan we het natuurlijk even schilderen. In ieder geval de eerste laag geven. En dan, ja. Maar ik ga het eerst nog even schuren, heb ik bedacht. Want, kijk, dit is bijvoorbeeld een van de pompoentjes. En die is hier nog een beetje ruw, dus dat wil ik even schuren. En ik wil zeker weten dat er natuurlijk het vaccinelichtje in past. Dus dat. Dan heb ik deze twee pompoentjes. Die wil ik in ieder geval alvast een laagje gegeven hebben. En dan laat ik je ook even de schaaltjes zien, want die zijn ook echt superleuk geworden. Kijk, deze. Echt heel mooi geworden. En ook hier wil ik nog even de randjes, gewoon even dit eroverheen halen. Zo'n licht vuur dingetje. En ik zal je ook even de andere laten zien. Kijk, en ze zijn nu super makkelijk uit het kommetje te halen, omdat ik dus dat folie erin gedaan heb. Kijk even. Helemaal droog. Helemaal mooi. Echt super tof. Kijk, want deze bijvoorbeeld. Dit is het folie. En dan gaat hij super makkelijk eruit. En ook super makkelijk los. Dus dat is wel echt ideaal. Dat was een goed idee om te doen. Al zeg ik het wel. En deze is ook gewoon heel leuk geworden. En die ga ik ook nog even een klein beetje langs de randjes schuren. En dan gaan we ze gewoon een eerste laagje geven. Wat ik je nog als tip wilde geven, mocht je dit ook willen gaan doen. Ik heb hier de blaadjes nog liggen. De blaadjes zijn nu natuurlijk helemaal opgekruld. En je hoort het helemaal droog. En het was eigenlijk na één dag al zo. Dus op het moment dat je blaadjes gaat rapen, dan zou ik zeggen, gebruik ze diezelfde dag nog. Want anders dan krullen ze al helemaal op en kun je ze niet meer goed uitrollen. Breken ze, scheuren ze. Wordt het denk ik minder mooi van. Dus dat wilde ik even met je delen. En dan ga ik nu hier even mee aan de slag.
En alles is geschilderd, zoals je ziet. En nu ga ik het allemaal even met rust laten, zodat het kan drogen. Maar het ziet er leuk uit. En dan ga ik het straks nog een glanslaag geven, zodat het verf een beetje beschermd blijft. En dan is het klaar. Ik doe ook altijd mezelf graag meeschilderen. Maar goed, ik kom weer bij je terug als we het een mooi lakje gaan geven en een mooi kleurtje gaan geven. Of een mooi kleurtje, een mooi lakje, een glanslaagje gaan geven. En dan gaan we hem afmaken. That's nice. En we zijn beneden, aangezien het toch moet drogen, dacht ik, weet je, ik heb nog even voordat we eten, voordat mijn zoon thuis is en we gaan eten. Dus ik dacht, ik ga hiermee verder. Want ik heb gepland dat ik in de avonden aan het andere vest werk. En waar ik kan, nog wat extra doe aan dit vest. Dus dat ga ik doen. En dat betekent dat ik hier dus nog... Wacht even, ik laat hem even zien. Kun je hem zien? Dit is het vest. Mouwen zijn klaar. Hij zit helemaal in elkaar. En nu ga ik dus hier omheen zo helemaal op en neer. Heel veel keer ga ik de rand maken, zodat hij dus mooi zo valt. En nu is hij nog zo, dus hij moet zo. Maar goed, dus dat is nu het plan. Dus dat ga ik nu nog even doen. Nu moet ik je eerlijk bekennen dat ik vaak ook maar gewoon wat doe. En misschien denk je, ja, nou ja, Karin weet wel wat ze aan het doen is. Nou, ik kan je vertellen, niet altijd. Heel vaak wel, maar niet altijd. Zoals nu dit ook. Ik heb geen idee of dat dit goed gaat uitpakken. Ik heb het in mijn hoofd en ik denk dat het gaat lukken. Maar de praktijk, zeg maar, leert of dat iets werkt, ja of nee. Dus... ja, als jij iets in je gedachten hebt, probeer het gewoon uit. In het ergste geval moet je het uithalen en moet je opnieuw beginnen. Maar goed, dit voor nu lijkt te werken zoals ik het bedacht heb. En dat is mooi. Dat is een mooie meevaller. Ik heb een paar rijen gedaan en ik dacht, weet je wat, ik ga hem even passen. Kijk, ik laat het je even zien, voor zover het kan. Zie je, dit is dus, dit zijn dus de nieuwe randjes. En dit is precies zoals ik het wilde hebben. Nou, natuurlijk moeten er dus nog heel veel randjes aankomen. Dat zie je wel, moet echt nog tot hier wil ik het echt wel hebben zo, dat het gewoon dicht kan. Als je dat zou willen. Maar gaat de goede kant op. Dus we zijn er nog niet, maar we komen er wel. En een hele goede morgen is het. Ik heb vandaag avonddienst, dus ik heb dat ik later moet beginnen, zeg maar. Nou ja, you get it. Dus ik dacht, voordat ik ga werken, ga ik nog heel even een half uurtje aan dit vest haken. Het schiet echt al lekker op. Ik heb al heel wat toertjes gemaakt inmiddels. Nog niet genoeg, dus ik weet nog steeds niet of dat het wel af gaat komen in deze video. I don't know. Maar goed, het is wat het is. Gisteren heb ik niks gedaan, want toen was ik jarig. Happy birthday to me. En ik heb dit mooie vliesdeken kleed gekregen van mijn werk, van mijn collega's.
super lief. En nog een paar kaarsjes, een bosje bloemen van zo lief. Dus ik ben helemaal verwend. En ik dacht, nou ja, net wat ik zeg, ik ga nog heel even, een half uurtje ongeveer, ga ik nog eventjes haken. En dan, nou ja, vanavond wordt het niks meer. Maar goed, ik denk dat ik morgen nog wel even verder ga met, of in ieder geval even proberen om die herfstbakjes af te maken. Ze even een glanslaagje te geven. En dan kunnen ze hier op tafel met een kaarsje erin. Helemaal gezellig. Dus dat is een beetje het plan. Dus ja, dat. Mijn glansspul is op. Beetje jammer. Maar goed. Het is een nieuwe dag zoals je ziet. Dus ik had nog een beetje van dit staan. Ik heb geen idee of het gaat werken. Ik hoop gewoon van wel. Het is in ieder geval een mat finish. En dat is helemaal prima. Hij hoeft ook niet speciaal te glimmen, zeg maar. Maar goed. Ik smeer het er gewoon op. Want ik heb echt geen zin namelijk om naar het dorp te gaan. Want het is daar vrijdag. En het is daar druk. En ik ben net geweest. Dus ik heb geen zin om terug te gaan. Dus we doen het hier even mee. Ik denk dat dit ook gewoon prima opdroogt. Niks aan de hand. Dus ik geef ze allemaal even een laagje. En als ze dan droog zijn, dan kunnen ze op tafel. Ze zijn allemaal geschilderd en ik zie net dat het potje waar ik ze mee aan het schilderen ben, ik denk mijn plak dat toch, hè? Nee, het is gewoon glue. Deco glue. Waar je dus bijvoorbeeld mee kan decopadje en petje en zo. Maar dat maakt niet uit, want ook lijm droogt. Dus het gaat erom dat ze een beschermlaagje hebben. Dat als ik er een kaarsje op zet, dat het niet meteen beschadigt of zo. Dat was meer mijn idee, zeg maar, erbij. Maar goed, anyway. Ze zijn nu aan het drogen, dus als ze straks helemaal klaar zijn, helemaal opgedroogd zijn, dan kunnen ze gezellig op tafel en misschien dat ik dan deze blaadjes er nog wel bij leg of zo. Dat, ik denk dat dat best gezellig eruit ziet. En ik heb natuurlijk ook wel wat eikeltjes en zo. Kastanjes waren toen helemaal op in het bos, dus geen kastanjes, maar wel leuke blaadjes en eikeltjes gevonden. En dan denk ik dat als dit straks droog is, dat dat er gewoon hartstikke gezellig uit gaat zien op tafel. Ik heb natuurlijk ook nog mijn gehaakte pompoenen en zo daar staan. Dus helemaal leuk. Als het droog is, laat ik het je nog even zien. Dan komt dit clipje nu. En als hij niet komt, dan was het nog niet droog. En dan zie je het in de volgende vlog.
Ik wil je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik ga deze vlog afronden. Ik zie jou heel erg graag weer bij een volgende creatieve video. En ik zou zeggen, geniet er zelf ook van. Ga zelf lekker knutselen, ga aan de slag, ga wat leuks doen. En je hebt vast leuke ideeën. Dus ik zou zeggen, ga er lekker wat mee doen. Dan wens ik je voor nu een hele fijne avond of een hele fijne dag. En dan zie ik jou heel graag bij de volgende video's. Dag!